Zo, welkom terug allemaal vandaag. In deze video bespreken we 5 tips voor het fotograferen van kinderen. Kijk, ik had dus het lumineuze idee om met het laatste licht van de dag... Tja, hetgeen dat je hoort is mijn dochter die aan het roepen is ondertussen. We zijn samen met een van de hondjes. En de jongste op stap, op wandeling. De eerste tip is een groothoeklens te gebruiken of een standaardlens. En met groothoek spreek ik dan van bijvoorbeeld 35 mm, maar zeker niet lager dan 28 mm. Het probleem met groothoek is dat je heel veel in beeld krijgt, maar vooral als je dicht bij onderwerp gaat, dat je veel vervorming krijgt. Het probleem bij telelenzen is dan weer dat je wel van op een afstand beeldvullend kunt werken, maar je moet dus al ten eerste een afstand nemen, dus je moet verder van de kinderen gaan staan. Plus dat het ook moeilijker wordt om dan een foto te maken van meerdere kinderen of van iets anders dan een portret van een kind alleen, dus dat je de omgeving ook wilt fotograferen. Dus daarom is een 35 of een 50 mm kleinbeeld equivalent natuurlijk. Ideaal, dan kan je, als je op 2 stappen van je kind staat, een foto nemen van je kind in zijn omgeving. En als je toch een portret wilt waarbij dat enkel het gezicht zichtbaar is, dan ga je gewoon iets dichterbij gaan staan. We zijn een paar keer moeten stoppen om te plassen. Om het kindje te laten plassen. De hond plast zelf al. Het is volop in de potjestraining, dus het is nog heel spannend. De tweede tip is gebruik te maken van een lensopening die niet groter is dan f4. Het kan goed zijn dat uw lens tot f2.8, 1.8 of nog verder nog grotere openingen aan kan. Maar ik zou het afraden om zeker in het begin om die te gebruiken, omdat je dan een heel klein scherptediepte-bereik bekomt, wat het heel moeilijk maakt om juist scherp te stellen. Terwijl bij f4 is denk ik een goede grens tussen een klein scherptediepte-gebied, waardoor dat je dus je onderwerp, je kind, kunt gaan isoleren van de achtergrond, maar toch nog groot genoeg om eventuele verschillen of fouten in het scherpstelpunt of het feit dat het kind een klein beetje beweegt op het moment dat je de foto maakt, naar achter toe, naar voor toe, om die fouten toch nog op te vangen. Of als je bij f4 bijvoorbeeld op de neus scherp gesteld hebt in plaats van de ogen, dan zullen over het algemeen de ogen ook nog scherp in beeld komen. Dus dat was de tweede tip. Wat is er, schat? Stap. Ja, je mag stappen. Nee, stap. Ah, wil je hem niet? Nee. Oké. Okay. Dan zet ik hem hier en kon hem ze biet halen. Dat is het gemak van een driewieler, hè. Die blijft staan op zijn drie wielen. Of niet. De derde tip gaat ook over die scherpstelling en daarbij zou ik aanraden van autofocus te gebruiken en liefst nog met gezichtsherkenning. De enige reden waarbij ik gezichtsherkenning niet zou gebruiken is, ja, los van het feit als de gezichtsherkenning op je toestel niet goed werkt natuurlijk. Maar een andere reden kan zijn, als je meerdere kinderen fototografeert, dan kan het lastig zijn omdat je fototoestel eigenlijk op dat moment telkens één gezicht zal kiezen en soms ook zal verspringen van gezicht. En dat is niet altijd het gezicht dat jij op dat moment scherp wilt. Dus als je meerdere kinderen fotografeert, niet maar... Anders zou ik aanraden gezichtsherkenning te gebruiken. Als je die optie hebt, ook nog scherpstellen op de ogen. En anders een gewone autofocus en zelf het scherpstelpunt op de ogen zetten. Nu, omdat je op basis van de ene tip F4 gebruikt, heb je dus een klein beetje speling voor het opvangen van fouten. Hey, kom. Kom. En dan de vierde tip is gebruik te maken van een sluitertijd die snel genoeg is om kleine bewegingen van je kind te gaan bevriezen. En dan zou ik aanraden van niet lager te gaan of niet trager te gaan dan 1 op 125 van een seconde. Nu natuurlijk, als je wilt fotograferen, heb je sowieso licht nodig en moet je sowieso op zoek gaan naar interessant licht. Als je op een locatie bent waar dat je niet genoeg licht hebt om te fotograferen met 1 op 125, dan is de kans groot dat je ook niet zo'n interessant licht hebt. Ga bij een raam staan als je binnen fotografeert. Beter nog, ga buiten fotograferen. Natuurlijk, als je sluitertijden groter dan 125 seconden neemt, geen probleem. Dan is de beweging zeker bevroren. Ook als je kind aan het fietsen is of aan het schommelen ofzo, dan kan het zijn dat je die sluitertijd moet gaan verhogen. Dus nog sneller moet fotograferen dan 1 op 125 seconden. En dan de laatste tip is eigenlijk ook wel een belangrijke tip. En dat is een tip om te voorkomen dat je kind
op het moment dat je fototoestel neemt, gaat kijken en de lens scheef gaan lachen, rare gezichten trekken, gekke bekken trekken, of zelf weglopen of zich keren tegen fotografie of het nemen van foto's. De tip om dat te voorkomen is eigenlijk heel simpel. Neem je fototoestel altijd en overal mee. En richt gewoon nu en dan je fototoestel op je kind. Doe dat regelmatig. En vraag ook niet je kind zijn aandacht. Laat je kind gewoon spelen. En fotografeer zonder dat ze het eigenlijk merken. Dus probeer niet op te vallen. Neem desnoods foto's van andere dingen. Nu en dan een foto van je kind in het begin. Overweldig je kind ook niet in het begin. Maar dus bouw iets op in de zin van maak je kind gewoon aan een fototoestel in zijn gezicht. Of gefotografeerd te worden. En dat waren mijn 5 tips. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.